De rehabilitatiewerkzaamheden aan de Zwartenhovenbrugstraat zijn in volle gang. Sinds de aanvang van de werkzaamheden op 15 november 2017 zijn de ontwatering- en asfalteringswerkzaamheden flink aangepakt. Ook is het eerste gedeelte, oftewel Section 1, welke ligt tussen de Nassilaan en de Keizerstraat, reeds afgerond. Edmund Bigimang, lid van het directieteam van Ace Consultancy, geeft aan hoe de planning tot nu toe is verlopen. We hebben al Sectie 1 al on. Is nu opengesteld voor het verkeer. Dat is dat stukje tussen de Nassilaan en de Keizerstraat. Die is afgelopen vrijdag opengesteld voor het verkeer. We zijn vanaf vandaag gaan wij ons bezighouden met sectie 2A. Dat is dat gedeelte tussen de Keizerstraat en de Steenbakkerijstraat. En vanaf nu is dit gedeelte tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Dus het verkeer zal dan gebruik moeten maken van omwegen die al aangegeven is via de media. Ik denk afgelopen vrijdag en zaterdag. Ook spraken we enkele omstanders die aangeven wat ze vinden van de rehabilitatiewerkzaamheden van de Zwartenhovenbrugstraat. Ik zou zeggen, het is wel een goede aanpak dat ze hebben gedaan. Want ja, ik klaagde eigenlijk ook zelf over dit gedeelte. Ik krijg de auto, want ik moet elke dag hier zo langs passeren. Dus ja, ik zeg, het is heel goed wat ze hebben gedaan. Ja, het is heel goed. En ja, ik hoop wel dat ze een paar drempels zullen plaatsen. Want u weet wel over het rijgedrag, over de Surinaamse bevolking. Nou, ik moet wel eerlijk gezegd, het gedeelte dat is opgeleverd ziet er wel heel mooi uit. En ik hoop dat ze in ieder geval ook net zo voortvarend aan dit gedeelte werken. En dat we ook na verloop van tijd een prachtige Zwartenhovenbrugstraat hebben. Aldus enkele omstanders die we spraken in het kader van de rehabilitatie van de Zwartenhovenbrugstraat. De werkzaamheden in de eerste sectie tussen de Nassilaan en de Keizerstraat zijn reeds afgerond.